Fantastic. You may take a seat. Ga lekker zitten. At home there in thuis, wherever you are, waar in je ook bent. In Almere. In Almere. Wherever you're sitting, I want to do a big shout out to Ana Maria in Portugal. Waar je ook maar zit, ik wil. I was told you Iemand started watching our services just a few weeks ago, and you've been online every week. En deze, je bent online geweest elke week. Thrills my heart to know that we're having a reach way beyond our city. Ik ben zo enthousiast dat we ver buiten onze stad mensen bereiken. We love having you with us. We houden ervan dat jullie bij ons zijn. Wees gezegend. Wherever you are, waar je ook bent. I'm really quite excited about this message today. Ik ben heel enthousiast over deze boodschap vandaag. Because we've spent 3 weeks setting the foundation and the heartbeat of Walk With Me. Want we hebben 3 weken het fundament gelegd van Walk With Me. And we're now going to spend the next 4 weeks. En nu de komende 4 weken. Talking about how you can grow as a disciple. Gaan we leren hoe we gaan groeien als discipel. After talking about what a disciple is. Nadat we hebben gesproken over wat een discipel is. And next Sunday we've got 4 magnificent preachers preaching you for about 7 minutes each. En volgende week hebben we 4 fantastische sprekers die ongeveer 7 minuten elk zullen spreken. Touching on one of those growth issues. Die een van die groeidingen zal over zal hebben. We've got Pastor Lisby lined up to preach. We hebben Pastor Lisby die gaat spreken. Today. Vandaag. I'm going to be talking to you about something I think is going to shift your mindset on an issue so important. Us as disciples. En vandaag ga ik met jullie spreken over iets wat belangrijk is om onze mindset te shiften in Jezus naam. I should have worn my heels. Ik had mijn hakken moeten dragen. You're pretty tall there. Je bent best lang. So we'll just go on the tiptoes there. We had to get used to that when we moved to the Netherlands. We moesten daaraan wennen toen we in Nederland kwamen. I felt quite tall in England. Ik voelde me best lang in Engeland. I was above average. Ik was boven gemiddeld. I came here and toen kwam ik hier. Toen realiseerde ik me. I'm one of the shortest around. Ik ben een van de kortste. Especially when I got to know David Spronk. Vooral toen ik bij David Spronk in de buurt kwam. This is my relationship with David Spronk. Dit is mijn relatie met David Spronk. I highly look up to him. Ik kijk echt naar hem op. Joseph, we admire you. You're amazing. Joseph, je bent fantastisch. Big shout out to Inda too. En Inda, sitting the other side of the cameras, de Inda die daarachter zit, helemaal daarachter. At home there, you won't know she's wearing a shocking pink shirt today. Thuis weet je niet, maar zij heeft echt een roze shirt aan. I'm not being blinded by the lights. I'm being blinded by her shirt. Ik word niet geblindeerd door het lichten, maar you door haar shirt. You look good in shocking pink, by the way. Het ziet er goed uit. Big shout out to Judith, who actually has trained up all these magnificent people. En Judith die al deze mensen heeft getraind. That's discipleship in action, or coaching in action, at least. Dat is discipelschap in actie, of coaching in actie. I want to, at the top of this message, give some credit to a pastor and author called John Mark Comer. En ik wil bovenaan mijn boodschap krediet geven aan een pastor John. And a book he's written called. En een boek die hij geschreven Garden heeft. Garden City or Paradise Stad is also available. Garden in Dutch. City. Ook in Nederlands, Paradijsstad. Really highly recommend that book. Ik beveel het echt aan. It's about work. Het gaat over werk. I'm going to talk to you today about work. En ik ga met jullie vandaag praten over werk. Who loves work? Wie houdt van werk? Who loves hard work? Wie houdt van hard werken? Fantastic. Fantastisch. I got a few memes for you. I like work. It fascinates me. Ik hou me. Van werk. Het fascineert me. I can sit and look at it for hours. Ik kan er uren naar kijken. I got a few memes that are going to come ik heb on the een paar screen memes here. Die komen hope op you can het scherm. See them at home. These are amazing. Deze zijn fantastisch. Memes I'm sure you might identify misschien with, identificeer je er wel mee. With the sentiment of these. Met het so sentiment van deze. Laten we er gaan kijken. When you've been at work for a few hours, then you check the time and it's been just 45 minutes. Als je voor een paar uur op werk bent geweest en je kijkt de anybody, tijd, dan is het nog maar 3 kwartier geweest. Ever done that, wie heeft dat wel eens gedaan? Okay, the next one. Volgende. When you're at work trying to figure out how to get sent home without being fired and still get paid. Als je op je werk bent en nadenkt hoe kan ik naar huis gaan en anybody nog steeds betaald that? Krijgen. Wie heeft dat gedaan? Your wife's about to give birth and she's not even pregnant. Je vrouw die krijgt een baby maar ze is niet zwanger. When everyone is happy it's Friday but you work weekends. Als iedereen blij is dat het vrijdag is maar jij werkt weekenden. I know that feeling. Ik weet dat gevoel. Ik ken dat gevoel. I only work on Sundays. Ik werk op zondagen.
So that's the pastor's joke. Dat is een pastorschap. Next one. Volgende. Here's to Monday. Hier is tot maandag. Would you like cream? Cream and sugar or Valium in your coffee? Wil je suiker en melk of Valium in je koffie? Do we have a next one? Yeah, we made it! It's Friday! All right. Okay. Enough of those. Genoeg van die. Apparently, research has shown that we complain about work 15 to 30 times a day. Onderzoek heeft aangetoond dat we blijkbaar zo'n 15 tot 30 keer per dag klagen over werk. That's about every 45 minutes of your waking hour. Dat is ongeveer elke 45 minuten dat je wakker bent. Why is it we complain so much about the thing we invest most of our time in? Waarom klagen we zoveel over hetgene waar we het meeste tijd in investeren? I've called this message. Ik heb deze boodschap genoemd. Purpose. Actief doel. As I was looking at the things that I have noticed grows a disciple. En ik heb gekeken naar dingen die ervoor zorgen dat je een discipel bent. I observed four factors, and that's why we've based the next four messages on these four factors. En ik heb vier dingen ontdekt, en daarom zijn de volgende boodschappen over die vier dingen. The common factors to growing healthy disciples. Het zijn vier factoren om gezonde discipelen te ontwikkelen. And one is this. En eentje van is deze. Growing healthy disciples seem to live life feeling called and looking like they're living on purpose. En groeiende discipels die zijn geroepen en die leven met een doel. The challenge with that thought. En de uitdaging met die gedachte. And today I'm going to more unpack and teach a message more than preach it. So just bear with the story that unfolds. En vandaag zal ik meer teachen dan dat ik ga spreken. It'll be a story unfolding. Het gaat een verhaal dat wat we gaan uitpakken. We have this phrase we often use. I am called to ministry. We hebben een gezegde die we vaak gebruiken. Ik ben geroepen tot de bediening. And we think that people doing things like what I do is a calling. En mensen denken dat wat ik doe dat een roeping is. The problem with that is two things. En het probleem daarmee zijn twee dingen. Firstly, ten eerste, you're a minister. Jij bent een bedienaar. I am a minister. Net zoveel als ik dat ben. That word minister means to serve. Dat woord bedienaar betekent om te dienen. We're all meant to serve. We zijn allemaal bedoeld om te dienen. The second problem with that statement called to ministry. En het tweede probleem geroepen tot een bediening is the word called. Is het woord geroepen. The first problem is the word minister. Het eerste probleem is het woord bediening. Because waarom? The Bible talks about calling in this way. De Bijbel spreekt over roeping op deze manier. It says we're called to Christ, 1 Corinthians 1:9. We zijn geroepen tot Christus, 1 Korinthe 1 vers 9. It says we're called out of darkness into light, 1 Peter 2:9. We zijn geroepen uit de duisternis in het licht, 1 Petrus. It says we're called to holiness, 1 Thessalonians 4:7. We zijn geroepen tot heiligheid, 1 Thessalonicense. It says we're called to peace, Colossians 3:15. We zijn geroepen tot vrede, Colossense 3 vers 15. It says we're called to one hope. We zijn geroepen tot één hoop. We're called to single devotion. Tot één ding waar we toegewijd zijn. Efeze 4 vers 4. It does not say you're called to ministry. Het zegt niet je bent geroepen voor de bediening. So I want to unpack what this concept is to be called. Dus ik wil dit uitpakken wat het concept is om geroepen te zijn. Because in here we will find one of the great revelations of a growing active disciple of Christ. Want hier vinden we een van de grote openbaringen, een groeiende discipel van Christus. So turn with me to Romans chapter 8 verse 28. Dus laten we gaan kijken naar Romeinen 8 vers 28. I mean, there's a lot of scripture, so if you don't get to it in time, it will be on the screen. Ik lees heel veel tekst, dus als het niet op tijd lukt om te vinden, je kan het vinden op het scherm. This one says, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Everyone say I'm called. Iedereen zegt ik ben geroepen. For a purpose. Voor een doel. There is a reason. Er is een reden. You're on earth. Dat jij hier op aarde Ephesians bent. Ephesians 2:10 says, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, with which God prepared in advance for us to do." You are called to work, preferably good work. Je bent geroepen om te werken, voornamelijk goed werken. Because he has already prepared that for you, planned that for you. Want hij heeft het al voor je uitbedacht, voorbestemd. Ik hou van werk. Thank God it's Sunday. I love work. Ik hou van werk.
We're going to base our big thought around this scripture, Genesis 1. En we gaan ons grote gedachte op Genesis 1 richten, vers 26. Just to show you that God's purpose for us to work. Dat om te laten zien dat Gods doel voor ons om te werken. Goes right back to the beginning. Komt terug naar het begin in Genesis 1. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created the male, female. He created them. Okay, there's a bit of a theme going on here. Er is een beetje een thema dat we hier terug zien terugkomen. Three times. Drie keer. Four times if you count. En vier keer, als je a sort of reference to als it. Je een referentie ernaartoe meetelt. He says you are made in His image. Zegt dat je gemaakt in zijn gelijkenis. I want to make a suggestion to you that your job description is. Ik wil is suggereren dat jouw werktitel is. Image of God. Right, gelijkenis van God, beeld van God. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Right from the beginning, God is stating our identity and our calling. Vanaf het begin heeft God onze identiteit en onze roeping vastgesteld. Your identity, image of God. Jouw identiteit, het beeld van God. Your calling to partner with Him to bring order on the earth He made. Om samen met Hem te werken om orde te brengen in de wereld die Hij heeft gemaakt. That's what it means to be human. Dat is wat het betekent om mens te zijn. Just in case you were to mistaken this as just the Old Testament. Voor het geval je denkt dat is alleen maar het Oude Testament. Jesus reinforced it in his call to us. Jezus herstelt het in zijn roep naar ons. He says, "Go into all the world." Hij zegt: "Ga in alle de hele wereld disciples. En maak discipelen." That word world, cosmos, means cultures and atmospheres. En dat woord wereld betekent kosmos, cultuur en atmosferen. Jesus is saying. Jezus zegt: "Go into every environment." Ga in elke omgeving. "And bring kingdom culture into those cultures." En breng koninkrijk cultuur in die atmosferen. It's the same call as Genesis 1. Het is dezelfde roep als Genesis 1. "Go into the world." Ga in de wereld. "And shape it according to my principles." En vorm het zoals conform mijn principes. "Bringing order." Breng orde. "So this world may be blessed." Zodat het de wereld gezegend zal worden. Or put another way. Op een andere manier. "Let's turn this garden." Laten we deze tuin omdraaien. "Into vibrant heaven reflecting cities across the planet." Zoals steden die de hemel uitstralen. He says, "Go forth and multiply." That is, have children. Ga voort en maak kinderen. Populate. Maak kinderen. And then educate. Build societies. En bouw samenlevingen. Build homes. Bouw huizen. Build culture. Bouw cultuur. Works of art and engineering and architecture. Kunst, ingenieurs, architectuur. Fashion. Fashion. Who doesn't want to go around not clothed? Wie wil er niet rondgaan zonder kleding? You don't have to tell me if. Je hoeft het me niet te vertellen. You disagree with that. I don't want to. Als je daar niet mee eens bent. We need teachers. We hebben leraren and nodig. Engineers. Ingenieurs. Administrators, financiers. Administratie, financiën. We need caretakers and mensen cleaners. Mensen die zorg dragen. We need professions of all sorts. Professionele mensen we in even allerlei need gebieden. Pastors. We hebben zelfs pastors nodig. We need. We hebben nodig. To go and bring culture, kingdom culture. Om koninklijk cultuur into te brengen. The cultures of this earth. In de culturen van deze wereld. Our job description then, onze, our identity on, is image ons werktitel of God, is dan our mandate beeld van God. Is a cultural mandate. En onze roep is een cultuur, roep tot cultuur brengen. And so the point is this. Dus het punt is dit. You are called. Jij bent geroepen. And for most of you, I hope your calling is not to do what I'm doing. En ik hoop voor velen van jullie dat het niet is om te doen wat ik doe. Your calling is more likely.
Jouw roep is waarschijnlijk meer. To be to your neighborhood, to your mark, to the marketplace. Om in jouw werksfeer, om in jouw omgeving. You are called to be. Je bent geroepen om een leraar te zijn. You're called to be a business owner. Je bent geroepen om een bedrijf te leiden. You're called to be an at-home mom. Je bent geroepen om een moeder thuis You're te zijn. You're called to be an engineer. Je bent geroepen om een ingenieur te zijn. You might even be called to be an accountant, but I'm en not. En misschien sure ben je ook geroepen that. Om een accountant te zijn, maar dat weet ik niet zeker. We have a disproportionate number of accountants in our church. We hebben te veel accountants in onze kerk. Why, ik weet niet hoe dat komt. Always make fun of them. Want ik maak altijd grapjes over ze. My father's an accountant, maybe. Mijn vader is een accountant. We love accountants. We houden van accountants. You are called. Je bent geroepen. It's your purpose, it's your reason, it's your meaning. Het is jouw reden, het is jouw betekenis. And some might go, well, I thought as a result of the fall that maar ik dacht door de zondeval dat hard werken, like hard werken, dat is een straf. But God also said that you would find pain in childbearing. Maar God zegt ook dat je pijn zou krijgen als je kinderen krijgt. I don't think there's anyone on planet Earth that would say that having children was a punishment. En er is niemand op aarde zegt die dat ze kinderen krijgen een straf is, meestal. Of course it's not. It's the most beautiful gift that any parent could ever imagine. Most of the time. Cadeau dat elke ouder kan ontvangen, meestal. So is work. Werk ook. You are called to work. Je bent geroepen om te werken. What is the chief goal of man? Wat is het doel van mens en mensheid? Sorry, that was old-fashioned English. Dat was oud Engels. Chief goal of humankind. Wat is het doel van mensheid, de mensheid? To bring glory to God. Om glorie te geven aan What God. What is the chief way that you're going to do that? Wat is de hoofdmanier waarop we dat doen? Through work. Door werk. Here's the other reason we've struggled to accept this. En dit is waarom we worstelen om dit te accepteren. It's because we've separated out what we call sacred and secular. Omdat we het heilige en het seculiere van elkaar willen scheiden. So we think we prayer denken, is sacred. Gebed is heilig. We think that coming to church is sacred. We denken dat naar de kerk gaan heilig is. We think a lot of those spiritual disciplines, that's the sacred stuff. We denken aan al die geestelijke disciplines, dat is het heilige. And then there's the secular stuff. En dan is het seculiere. Like having a glass of wine. Zoals een glas wijn drinken. Owning a car. Een auto bezitten. Doing a job. En werken. Roads, that's secular. Wegen. It's all of that secular. Dat is allemaal seculier. And we've made a separation. En we hebben een scheiding gemaakt. Which God never intended. Dat God nooit bedoeld heeft. It's like he's up there going, why are you calling the things I made secular? Hij kijkt daar en zegt, waarom heb je de dingen die jij gemaakt the most hebt seculier? You know. Terwijl ik het meest heilige ben dat je and kent. And yet it's got the hand, the DNA of me in all of it. En want mijn hand en mijn DNA is in alles. Come on, what was the first miracle Jesus did? Wat was het eerste wonder wat Jezus deed? I love this one. He turned water into wine. Hij veranderde water in wijn. If that was secular, why would Jesus? Als dat seculier was, waarom zou Jezus? Going, you're kidding me. I'm not doing that. That's nothing holy doen, about wine. Dat is niks heiligs over wijn. So he has no separation of sacred and secular. Nee, hij heeft geen scheiding tussen het heilige en het seculiere. To him, having a glass of wine is as sacred. Voor hem is een glas wijn is heilig. Work is sacred. Voor hem is werk heilig. We get so narrow about our definition of worship. We zijn zo klein als we denken aan wat aanbidding is. Worship's that thing you do for 17 and a half minutes on a Sunday. Aanbidding is wat je doet die 17 en een halve minuut op zondag. Usually three songs, starting meestal with an upbeat liedjes, song and ending with a liedje, really thoughtful song. En dan een heel bedachtzaam liedje eindigen we mee. But that's just one small aspect of your worship. Maar dat is maar een heel klein aspect van aanbidding. Because for some of you, want voor sommigen van jullie, you're not spending 17 and a half minutes, you may be spending 17 hours, you shouldn't be. Maar misschien is het niet 17 en een halve minuut, maar je spendt dit 17 uur. In another form of worship. In een andere vorm van aanbidding. Called work. Werk. You work. Je werkt. One of the greatest displays of your ability to show off God. En het is een van de meest fantastische manieren om Gods glorie te laten zien. Elevate his name. Om hem groot te maken. All gone very quiet on me. Jullie zijn allemaal heel stil. We look at the disciples. We kijken naar de discipelen. Just 12 of them. Er zijn maar 12. And we go, surely that's what we're all called to be. En dat is wat we geroepen zijn om te doen. Give up everything. Om alles op te geven. And we forget all those people Jesus said. Maar we vergeten dat al die mensen dat Jezus zei. As they said to him, I want to follow you. He said, fantastic. Now go back home. Go to your workplace. Go to your family.
and work it out in that context. Al die mensen die zeiden ik wil je volgen, dat hij zegt van nee, ga terug naar je familie, ga terug naar je werkplaats en doe het daar. Of the 500 we know about who were active followers of Jesus. Van de 500 die we weten, die actieve volgelingen waren van Jezus. Only 12. Alleen maar 12. Were what we would call called. Waren geroepen, zoals wij noemen geroepen. You are called. Jij bent geroepen. To the ministry. Jij bent geroepen voor de bediening. Of being an accountant. You are called van een accountant zijn. To the ministry. Jij bent geroepen voor de bediening. Order to that financial world. Om orde te brengen in het financiële wereld. Jij bent geroepen. To bring order and life and blessing to children. Om leven te brengen aan kinderen en ze onderwijs te geven. You are called. Jij bent geroepen. We're all called. We zijn allemaal geroepen. To the ministry. Voor de bediening. We are cultural architects. You wij zijn culturele. You and I. We're called. We zijn geroepen. To work. Om te werken. Thank God it's Monday. Dank. Het is maandag. Thank God it's Monday. Het is maandag. Open a new restaurant chain. Ik ga een nieuw restaurant openen en kijken of het gaat gebeuren. TGI Monday. Maandag. It could be a thing. It could be a thing. Het zou iets kunnen zijn. Het zou echt iets kunnen zijn. I'll only have Christians coming to it because they're going. Yeah, thank God. Alleen it's de christelijke komen. I get to go to work. Maandag. Ik kan naar werk gaan. I am called to the ministry. Ik ben geroepen voor de bediening. You're called. Je bent geroepen. You're called to work. Je bent geroepen om te werken. The first mention in the Bible of someone being filled with the Holy Spirit. En het eerste moment dat iemand gevuld was met de Heilige Geest in de Bijbel. Was a man called Bezalel. Was een man Bezalel. Let me read to you what he did. Laat me lezen wat hij deed. It says in Exodus 35. In Exodus 35. God has filled him with the Holy Spirit, the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills. To do what? Wat te doen? Preach the gospel. Evangelie te prediken. Heal the sick. Genezen, zieken genezen. No. Nee. To make artistic designs. Om artistieke designs te maken. He was an artist. Hij was een artiest. For working gold, silver and bronze. Om goud, zilver en brons. To cut and set stones. Om stenen te snijden. He was a builder. Hij was een bouwer. To work in wood and to engage in hout all kinds te werken of artistic crafts. En allerlei artistieke dingen. He was a carpenter. Hij was een houtwerker. What was Jesus? Wat was Jezus? He was a carpenter. Hij was ook een houtwerker. It was not, he didn't consider it as unspiritual. Hij was niet geestelijk. He was called. Hij was geroepen to be a carpenter. Om een timmerman te zijn. I got to be honest with you. Ik moet eerlijk zijn met je. I've loved most of the works. Well, ik hou van meeste van de werken. I stumbled into my career. Ik viel een beetje in mijn carrière. In human resources, HR. In HR. It wasn't what I planned to do. Het was niet wat ik gepland had om te doen. But as I started out in that career. Maar toen ik daarin begon. Actually well below my academic. We put so much. Don't we put so much kudos on our certificates. We zetten zoveel op onze certificaten. I thought, man, I'd rather be in a job that ik wil makes liever my zijn spirit in een baan waar mijn geest danst. Than ticks off some academic. Dan dat ik een vinkje kan zetten tegen mijn academische dingen die ik heb behaald. Because I found that it brought out of me what God had put in me. Want het haalde uit mij wat God in mij had gelegd. I was involved in startup projects. Ik was betrokken bij startup projecten. Coaching. I just love bringing out the best in managers in the companies I work with. En ik hou ervan om het beste te halen uit de managers in de bedrijven. I look back and go, man, that's what I'm doing now. En als ik terugkijk, denk ik van, oh, dat doe ik nu ook. Startups. Trying to bring the best out of people. Het beste uit mensen halen. Am I called to pastoring? Yes. Was ik geroepen om een pastor te zijn? Ja. Was I called to HR? Yes. Was ik geroepen voor HR? Ja. Not one is better than the other. Het is niet dat één beter is dan de ander. Not one is more spiritual than the other. Niet één is meer geestelijk dan de ander. The spiritual thing was, I was prepared to tap into what God had put into me, and I let it dance inside of me. En het geestelijke was dat ik bereid was om te kijken naar wat God in mij had geplaatst en daarin te dansen. Working for, going, man, you're so lucky. Ze zijn zo goed dat ze me hebben. You got me working here today. Je hebt mij die voor je werk. Literally, that's what I'd say to myself. Walking, God, man, the Holy Spirit is in this. De Heilige Geest is in deze plaats. Come on, we're gonna set it on fire. Kom op, we gaan het vuur en vlam zetten. I wasn't the best HR consultant. Ik was niet de beste HR. I was one of the few filled with the Holy Spirit. Ik was een van de weinigen gevuld met de Heilige Geest. So when you
do the thing that makes you dance on the inside. Dus als jij hetgene doet waardoor je danst van binnen. Oh my gosh, I love writing. Ik hou van schrijven. I love painting. Ik hou van schilderen. I love preaching. Ik hou van spreken. I love all of you guys. Ik hou van jullie allemaal. I love watching you grow and ik hou ervan om jullie te gaan zien groeien. Dance. En het ziet mijn geest dansen. When you take that and then invite the Holy Spirit to empower it. En als je dat pakt en je laat de Heilige Geest dat bekrachtigen. You can change the context of the world in which you are working in. Dan kan je de context van de wereld waarin je leeft veranderen. This is why this is so important. En dit is waarom dit zo belangrijk is. And with these three quick thoughts. Ik wil eindigen met deze drie gedachtes. Because we're meant to live life purposefully. Want het is bedoeld dat we ons leven leiden vol reden, vol bedoeling. Eric Liddell, the Olympic runner. Eric Liddell said, "I believe that God made me for a purpose." Ik geloof dat God mij gemaakt heeft voor een doel. He made me fast. Hij heeft me snel gemaakt. When I run, I feel His pleasure. En als ik ren, dan voel ik zijn vreugde. To give it up would be to hold Him in contempt. En om het op te geven zou zijn om Hem to insult him. Te beledigen. Work is not a sideline. Werk is niet iets aan de zijkant. It's not something you do just for money. Het is niet iets wat je doet voor geld. You don't live your life for holidays or your retirement. Het is niet iets wat je doet voor je vakanties of voor je pensioen. Your life is to be lived for work. Je leven is geleefd voor werk. For the glory of God. Voor de glorie van God. As an act of worship. Als een houding van aanbidding. Because you're meant to live on purpose. Want de bedoeling is dat je leeft voor een betekenis. Displaying God's characteristics, I've put it like dat je Gods karakteristieken uitleeft. We're meant to live joyfully. We moeten vreugdevol leven. Romans 12:2 talks about us having to be transformed by the renewing of our minds. Romeinen 12 vers 2 zegt dat we getransformeerd worden door de manier van ons denken te vernieuwen. That we'd be shaped to show people that we're living according to His pleasure. Dat we gevormd worden om te laten zien. See, what you do is not as important as how you do it. Weet je, wat je doet is niet zo belangrijk als hoe je het doet. Well, you don't have to be the best at what you're doing. Daarom hoef je ook niet het beste zijn in wat je doet. If you're focused on how you're doing it. Als je nadenkt over hoe je het doet. That's where God comes in. Dat is waar God naar binnen komt. When we choose to put on the character of Christ. En dat we het karakter van Christus aantrekken. When we choose to be patient. Dat we ervoor kiezen om geduldig te zijn, om aardig te zijn, consistent. It's about how you do it. Het is over hoe je het doet. Exodus 38:8. Een fascinating verse. Yeah, just een fascinerend vers. It's talking about the temple and the roles, the jobs, the work in the temple. Over de tempel en de taken in de tempel. It says they made the bronze basin. That's where the priests would wash their hands before doing the work on the altar. From the mirrors of the women who served at the entrance to the tent of meeting. Get this. Those who were hosting people on the doors. Diegenen die mensen hosten aan de deur van de kerk. Had a direct impact on the altar moment. Heeft een direct impact op degene die aan het altaar staan. Telling you whatever you do. Wat je ook doet. If you're doing it with the heart of God, als je het doet met de hart van God. You will have a direct impact. Heb je een directe impact. On the highest priorities on God's op de hoogste prioriteiten op Gods agenda. You may think it doesn't have an impact. You may think it doesn't matter. Misschien denk je wel, doet het niet toe. But it does. Maar het doet er wel toe. If you do it, als je het doet. This is my final point. If you do it wholeheartedly, as if you are serving the Lord. Met je hele hart doet alsof je de Heer dient. Colossians 3:23. You are affecting the environment in which people live in order for them to more easily find Christ. Je maakt impact op de omgeving waarin mensen wonen zodat ze sneller Jezus kunnen vinden. Your work is sacred. Jouw werk is heilig. You are called. Je bent geroepen. There is purpose and reason for your life. Er is een doel en een reden voor je leven. And when you allow God to come upon that thing that makes your spirit dance. En als je God laat komen op hetgene waardoor je geest danst, waar jij je gaven in hebt. Jouw unieke persoonlijkheid. Your unique contribution to this world, I'm telling you. Jouw unieke contributie aan deze wereld, dan zeg ik je. You're contributing to the great mandate of heaven. Dan draag je bij aan hetgene wat de hemel wil uitdragen. Could we stand to our feet? Laten we gaan staan. And at home, let's stand to our feet. I want to pray for everyone here. Hier en thuis, laten we gaan bidden. Right now.
And I ask the power of the Holy Spirit to come upon us, to come upon your gifts. Dat de kracht van de Heilige Geest op ons komt. And op onze gaven. The things that get you excited. En dingen waar jij enthousiast van wordt, waar je passie voor hebt. Things that you do. Dingen die jij doet. And even if you're in a job right now that does not make your spirit dance. En misschien zit je in een werk waar je niet, je geest niet van danst. If you have no immediate way of changing that work right now. En als je geen manier hebt om dat werk te your veranderen. Work can still be a worship if you jouw werk kan nog steeds aanbidding zijn. To work with als je steeds naar je werk komt. Met een getrouwheid. Sense of joy, met vreugde. For a season. Voor een seizoen. I'm not suggesting you spend the rest of your life in a job that's not you. Blijf niet de rest van je leven in een baan dat niet jou is. You can at least for a season approach it. Maar je kan wel voor een seizoen en naartoe gaan. Alsof je de Heer doet. Op dit moment bid ik, Heer. Dat door de kracht van uw Heilige Geest. Come, Holy Spirit. Kom, Heilige Geest. Anoint every person in zalf this place. Ieder persoon in deze plek. Anoint every person there at home. En zalf iedere plek by die thuis power is. Of your Holy Spirit. Door uw Heilige Geest. Thank you in this place. Dank we wel in deze plaats. Changers, dat we wereldveranderaars cultural hebben. Shapers. Cultuurveranderaars hebben. God, we are all called by you. We allemaal geroepen zijn door u. According. Door. To your plans. Jouw plannen. We thank you for we danken u wel daarvoor. In Jesus' name. In Jezus' naam. Let the power of God fall. Laat de geest van God vallen. In every room at home. In elke ruimte every thuis. Device. Door elk, on every person here, door ieder persoon the power hier. Of God fall today. Laat de kracht van may God you, van komen. May you begin to thank God it's Monday. Laten we dat jij zal zeggen. In Jesus zo name. Goed dat het maandag is. In Jezus naam. Amen. 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 Come on, why don't we give Jesus a laten hand right now? Laten we jou een applaus geven. For the fact that He loves work. For the fact you're called by heaven. Dat jij geroepen bent door de hemel. And a plan er is een for doel life. En een plan voor je you leven. Live on purpose and for a jij reason, leeft I'm met telling een doel. You're a cultural architect. You're shaping this world to be a better place. Om een betere plaats te maken. Amen, amen. And amen. I should have called this message. Thank God it's Monday. Ik had deze boodschap moeten roepen. Dank God het is maandag. Hashtag, let that be your phrase this week. Hashtag, laat dat jouw ding zijn wat je unless zegt deze week. Unless you work weekends, then you can stick with thank God it's Friday. En als je weekenden werkt, dan kan je zeggen, bedank God dat het vrijdag is. It's before we close. Voordat we afsluiten. There are some people here or at home. Er zijn een aantal mensen hier of thuis. And for you, there is one call that you have not yet responded to. Er is één roep waar je nog niet aan gehoor hebt gegeven. That is the most important thing for you to do today. Dat is het meest belangrijke voor jou om vandaag te doen. And you would have already heard this call, but en deze roep heb je al gehoord. Responded to it. Maar misschien heb je nog geen gehoor aan gegeven. Deep inside of you, there's been a voice. Diep van binnen van jou is een stem. That's been calling to you. Die je roept. It's the voice of God. Het is de stem van God. That wants a relationship with you. Die een relatie met jou wil. And that's the reason, the ultimate reason why you live and exist. En dat is de reden waarom je leeft. Is to know the one who made you. Om te weten wie jou heeft gemaakt. And so if you've never responded or known how to respond to this inner drawing, this inner pull. En als je nog nooit gehoor geeft deze innerlijke trekking. I want you to do that today. Dan wil ik dat je dat doet. The Bible tells us that we've all fallen short of God's plan for our lives. En de Bijbel zegt dat we allemaal tekortschieten aan Gods plan voor ons leven. We've all fallen short. We hebben allemaal tekortgeschieten, but allemaal there tekort. Is a way back. Maar er is een manier there's terug. There's only one way back, but there is maar a way één manier back. Terug, maar er is een manier terug. And it's through Jesus Christ. Maar het is door Jezus Christus. And so right now I'm going to say a prayer. Dus op dit moment ga ik een gebed bidden. It's going to invite you. Dat jou gaat uitnodigen make that change in your om die verandering te maken right in je leven now, op dit moment. To give your life to Jesus. Om je leven aan Jezus te geven. That's what you know you need today, or dus if als dat is wat jij him, denkt wat je moet doen of als je weg bent geweest and you need to come back to him, en je terug moet komen bij I hem, want you to say this prayer too. Wil ik ook dat je dit gebed so bidt. Can we all close our eyes? Dus laten we allemaal there, onze ogen sluiten. Close your eyes. And I want everyone to say this prayer together. En ik wil dat we allemaal dit gebed samen bidden. Just to put confidence and courage in those who are saying it maybe for the first time. Voor degenen die dit voor het eerst zeggen. Dear God, thank you for Jesus. Dank u wel voor Jezus. Thank you that He died for me. Dank u dat U stierf voor mij. I ask that you would forgive me. Ik vraag dat U me vergeeft. Turn away from my past. Ik keer weg van mijn verleden. I give you my life. Ik geef u mijn leven. I thank you. Ik dank u. That I am yours. Dat ik van u ben.
Thank you that you have a plan for my life. Dank u wel dat u een plan heeft voor mijn leven. There is always a plan that I would know you. Er is altijd een plan dat ik u zou kennen. In Jesus' name. In Jezus' naam. While every eye is closed. Terwijl elk oog gesloten is. If that was your prayer, if you needed to say that prayer. Als dat jouw gebed was, als jij dat gebed had moeten zeggen. Maybe for the first time, or misschien voor de eerste keer. Maybe you're coming back to the Lord today. Misschien als je terugkomt bij de Heer vandaag. Love to just celebrate with you for a moment. Zou dat met je willen vieren voor een moment? That you could just raise your hand for als jij dat bent, kan je je hand dan opsteken. Put it back down so I know it's you and even opsteken en dan weet ik dat jij het bent. Wonderful. And if you're at home there. En als je thuis bent, a banner coming across the screen, er komt een banner over het scherm. Raise my hand. Just click that banner. When you en click op die now, banner. Dus dat ik heb mijn hand opgestoken. Click it right now. So klik het op dit moment. Zeg dat ben ik. Ik heb dit gebed nodig. Misschien heb je niet gezegd, maar denk je van, oh, ik had het moeten zeggen. Klik die banner. Ik moet veranderen. Ik moet terug naar Jezus. Als jij dat hier bent, steek je hand in de lucht. Beautiful. Well, I pray you bless every one of these people. Thank you. Ik bid dat u in ieder van deze personen zegent. Bless every one of these people today. Zegen elk van deze personen make this fresh vandaag. Start, this die deze beginning. Verse start hebben gemaakt. Home there, here, this thuis place. En hier in deze plek. Maybe you're still wondering, is that me? Misschien vraag je nog af, ben take ik dat? A step today. Neem een stap just vandaag. Own it. Just say, I wanna be a follower neem maar of Jesus. Eigenaarschap over. Zeg, ik wil een volgeling I worden van Jezus. To that inner voice, that inner call. Ik wil die roep wil ik beantwoorden. Just own it right now. Lord, we bless these people. Laat mij de eigenaarschap overnemen. In Jesus' name. Ik wil deze mensen zegenen in Jezus' naam. Amen and amen. Come on, why don't amen. We give a hand right now for all these people who made that choice. Laten we een hand geven. Wonderful, wonderful. If you made that decision at home, could you click connect on your browser and let us know? Als je thuis die beslissing hebt gemaakt, kan je connect klikken op je browser om ons laten weten. Because we'd love to send you a book called want we willen graag een boek sturen. Or in Dutch, De Reis Begint. Of in het Nederlands, De Reis Begint. And we actually have a course starting this coming Tuesday night. En we hebben eigenlijk een cursus die begint aankomende dinsdagavond. It's a fantastic course. Fantastische cursus. Are you going to want to do it? En je zou het willen doen. Just gives you a real head start in your Christian life. En het geeft je een start in je christelijk leven. And brand new out on YouVersion Bible app is en the, op YouVersion Bible app is de is the Journey Begins 10-day Bible reading plan. Is De Reis Begint 10 dagen Bijbelplan. Just go into your YouVersion app. Dus ga naar je YouVersion, zoek The Journey Begins. De Reis Begint. And you should find that. En dan vind je het of The Journey Begins. Particularly if you're a new Christian or als je een nieuwe christen bent of je wil nieuw start perfect voor je geloof. For you. Hey, we're going to sing jou. Right now. Laten we gaan zingen.